Goedemorgen, leuk dat je in een nieuwe vlog, weekvlog. Het is alweer de vijfde weekvlog. Ik lig nog in bed zoals je ziet en ik ga er zo uit. Ik moet vandaag naar stage en vandaag vond ik het heel cool. Ga ik weer naar de opnames van It Takes Two voor de tweede keer. Dus dat ga ik wel filmen. Niet optredens weer, maar gewoon het decor en dat we er zijn en dat soort dingen. Ik ga met Ines en haar moeder, dat is super tof. Morgen ga ik naar Global. In Rotterdam ga ik een proefles meedoen met Lisa, Ines ook weer. Kiaar. En dat wordt ook super tof. Woensdag. Dat wordt niet zo tof, want dan heb ik examenherkansing. En dan. Ik zie wel wat de week me brengt. Jullie zien het ook allemaal in deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen met de vlog. We zitten op de fiets. James, nou, ik zit op de fiets. Ines, je ziet je niet eens. Je ziet alleen mijn lelijke hoofd. Nee, maar dat je me zegt altijd in het stuurboot. Oh, ik moet van Ines. Oké, ja, ik ga. Doei. Maar ik vind het ze wel graag voor jullie. Het is dinsdag en we gaan nu bij. We zitten hier bij Fabiano. Ik heb dit Black Tea, Black Vanilla. We zijn met Kiaar en met Ines en met Lisa. En vandaag gaan wij trainen bij Global. En dat vinden wij super vet. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even lekker een hapje eten. Fabiano. Ik heb een pizza salami en jij ook een pizza salami, hè? Ja, met rucola en parmezaanse kaas. Dat heb ik niet, want ik heb dat niet, dus ik vond het niet lekker om het te doen. Dus let's go, dit gaan we lekker opdrinken. Zo lekker. Dit is de salade van Lisa. Interessant, hè? Wat zit er allemaal in? Oh, weet ik niet. Volgens mij champignons, wortel, ui, champignons. Parmezaanse kaas. Ziet er wel lekker uit. Ja. Waar zijn we? Global! We zijn bij Global, we gaan de proefles meedoen met Lisa en met Jamira. Of Jamira, Ines. Ines, kijk haar sportieve outfit. Cool, hè? Nee, joh. Ines ging net dansen. Leuk, hè? Doei. Het is donderdag nu en ik heb heel weinig gevlogd vandaag, helemaal niet. Omdat ik het heel druk had met school, met mijn examens en zo. En wat ook heel cool is, dat kan ik nu vertellen eigenlijk. Morgen komt de single uit van Typify. Oh, mijn beugeldoosje. Mijn box. En ik ga luisteren morgen de hele dag. Morgen staat op repeat. Super tof. Ik ben echt verliefd op mijn dekbed. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien trouwens. Maar ik heb van heel veel mensen de opmerking gekregen dat ik mijn... Ja... Dat ik de laatste video dat ik de heel veel stukjes moest wegknippen. Klopt. Maar dat had ik gedaan. En toen was de video ineens weg. En alleen zo deed hij het. Dus ja. Wat ik dus nu ga doen is. Ik ga wachten totdat het 12 uur is. Oortjes pakken. En mijn inbox luisteren. Kijk, dit patroontje vind ik gewoon super mooi. En kijk, hier heb ik dan een... Hetzelfde kussentje. Maar daarachter heb ik dan een grijs kussentje. En daarachter heb ik dan een zwart-wit. Of zwart-wit. Zwart-grijs, want dat past dan weer bij mijn barokke muur. Ik vind dit wel een hele leuke combo. Ik ben dus nieuwe koekjes aan het uitproberen voor school. Want ik wil gezonder gaan leven. En toen kwam ik zeg maar deze haverspeld koekjes tegen. En ook toevallig nog met Big Time Rush, Sam & Cat, Victorious alleen. Toen ging ik hierachter kijken. En er zit hier. Hoeveel zit er in een zakje? Hoeveel gram is dit? Oh my god. Per zakje zit er 106 calorieën in. Oh my god. En er was nog 35% korting. Dus ik ga dit even openmaken en kijken hoe het eruit ziet. Oké, dit zijn dus de zakjes. Ik heb twee keer Miranda Cosgrove. Eén keer, of twee keer Victoria's Thighs. Eén keer Sam & Cat. En één keer Big Time Rush. En ik ga nu de koekjes openmaken. Of het zakje openmaken en kijken of het lekker is. En mijn eerste indruk geven. Zo zien de koekjes eruit. Oh, hij moet wel scherp stellen. Ja, zo. Dit zijn de koekjes dus. Super.
Voor mij zijn ze wel super lekker. Het is nu 11:45. Ik ben ondertussen ben ik hier aan het chillen. En een vlog van Schatteke aan het kijken. Sanne dus. En over een kwartiertje komt ook de videoclip uit van Tipi Fawai. Nieuw liedje. Million Bucks. Die koekjes trouwens, die waren niet te vreten. Dus dat haverding was echt niet lekker. Ondertussen is mijn iTunes al aan het opstarten. Want dan kan ik hem gelijk downloaden straks. En dan kan ik hem morgen de hele dag luisteren op mijn telefoon. Met mijn oortjes. Super chill. Dus. Yeah. Ik heb er super veel zin in. Ik ga even nog verder YouTube kijken. Ik heb ondertussen ook mijn kamer net opgeruimd. Ik heb mijn kleren wat uitgezocht. Dat is echt nodig. Dus ja. Ik zie jullie denk ik morgen weer. En voor jullie over een paar seconden. Dus nu. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het is nu ongeveer 9:10. Ik moet over ongeveer 28 minuten een half uurtje de deur uit. En ik zit nog in mijn pyjama. Ja. En vandaag is ook de single van Tipi Fawai uitgekomen. Million Bucks. Ik ben super blij. Super vet. En heel erg cool. Ik mag morgen bij de listening party zijn van Tipi Fawai. Ik mag er alleen helaas niet vloggen. Omdat de nieuwe nummers worden gezongen of iets wordt geluisterd. Gaan we nieuwe nummers horen. Dan mag ik niet filmen. Maar ik mag om het event mag wel vloggen. Super tof. Dus ik ben super blij. Mijn dag kan niet meer stuk. Het is nu nog buiten. Is het niet echt zonnig. Maar dat boeit me ook helemaal niet. Want ik ben blij. Ik ga morgen naar de listening party van Tipi Fawai. Ik ben super blij. Ik werd wakker en Sony volgde me ineens. En toen kreeg ik een DM dat ik er toch nog bij kon zijn. En bla bla bla. Omdat er mensen hadden afgezegd en whatever. Ik ben super blij. Dus ik ga me nu even omkleden. En dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik zit hier op station. Met etende Jamira. Wat ben je aan het eten? Een kaasbroodje. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Tell me. Tipi Fawai. We gaan naar de listening party van Tipi Fawai. En we zijn daarvoor uitgenodigd, want we hebben gewonnen. Dat hebben we gisteren pas te horen gekregen. Hey. We hadden gewonnen. We zijn er uitgenodigd, want we hebben gewonnen. Hey. En we hebben net zo'n kaartje gehaald bij de Ethos. We wilden net inchecken. Doet hij het dus niet, want we mogen pas naar 11 uur gaan. Maar gelukkig hoeven we niet echt heel laat daar te zijn. We zijn gewoon op tijd van huis weggegaan. Gelukkig wel, ja. Slokkie, slokkie. Dus ja, we hebben nog wel even de tijd. En, sorry. En ik zie jullie zo weer. Turn it up, boy, I wanna hear you. You're in my head and I can't stop it. I don't care, to be honest, I love it. Ooh, ooh. Your love, it's so amazing. Rewrite, write it back, never change it. Can't get enough of you. Close to you. And baby, I ain't trying to fight it. And I never give in to silence. For you, you. Hey. So tell me what you're gonna do. Hey. Oh, I've got a love song on my mind. And it
can stand. We zitten in de trein en waar gaan we heen? Naar huis! Nee, geitje, we gaan naar Diemen. En ik zit met, hoe heet jij? Inge. Inge, Jaleska, Jamira en hier. Nee, Jamira is onbekend voor jullie, maar maakt niet uit. Wie zit hier? En hoe heet jij? Nikki. Oh, hallo. Oh. Sorry. Ja, ik hoorde dit. Maar we gaan dus naar Global, zoals altijd. Iedere vlog, iedere week, maakt niet uit. Maar we zijn net bij, hoe vonden we eigenlijk de listening sessie van TV? Oh my god. De nieuwe nummers, die zijn zo ontzettend leuk. Ik zat letterlijk... Ik en Jamira zaten echt letterlijk op die stoel, we wilden opstaan, maar konden niet. Maar even serieus, iedereen zat zo, hè? En Jamie en ik zijn helemaal los achtervallen. Wij zaten echt zo. Stand up, take it. Oh, nee. Dus ja, en waar gaan we? We zijn nu onderweg. We zijn ongeveer over 3 minuten. Zijn we bij 4 minuten bij Global. Dus let's go. Het is nu zondag en ik ben tv aan het kijken. Het is superleuk, ik ben Danilo Winski aan het kijken. En ondertussen lopen hier 2 hondjes rond. Super cute. Ik weet niet of je hoort op de achtergrond, maar... Dus ja, die ga ik nu even laten zien aan jullie, de hondjes. Hallo, schat. Ja.
Hallo. Kijk hoe cute. Hello. Hondjes hebben echt schattige oortjes. Super cute. Hello. Hello. Oké dan. Ja, die is echt schattig. Dan gaan we haar pootje omhoog. Oh, wow, zo cute. Ah, oh, zo cute. Hallo. Kijk, Judy. Oké, doei. Hoe cute ben jij? Oh, zo cute. Kijk. Zo lief. Je ligt onder mijn schoot. Kom maar. Oh, je moet de aaien, Jay. Ik aai jou, oké. Okay. Cute. Wil je ook een zusje doen? Doei. Kom maar. Kom maar. Hallo. Ze laat de hondjes hier. Ja. Oh my god, zo cute. Het was super gezellig met de hondjes. En ik lig nu weer in bed. Ik ga de vlog afsluiten bij deze. Ik bedank jullie voor het kijken naar de 5e weekvlog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!